Het bestuur van de Bond Luchthaven Brandweer Zorg en Hoop onder leiding van John Seedorf heeft vandaag de noodklok laten luiden tijdens een persconferentie op de brandweerkazerne van het vliegveld Zorg en Hoop. Naar zeggen van de voorzitter heeft de kazerne op die plaats al 3 jaar geen gereedschappen om in te spelen tijdens een calamiteit op het vliegveld. Als er wat hier gebeurt, we hebben geluk dat er COVID is, dat vliegbewegingen minder zijn. We hebben niks, dus we kunnen nu werken. Dat is het enige dat ze kunnen doen. Sluit die ze brandweer en zet die mensen thuis. Dat is afgelopen. Als ze dat willen, dan gaan ze dat doen dan. En ze hebben een heleboel jongens genomen, voetballers en alle mensen die hier zijn, die nu werken. En ze zijn thuis. Allemaal zijn thuis. En ze worden betaald. Seedorf merkte op dat de politiek te veel bemoeienis heeft in het korps en de afdeling. Volgens hem is de afdeling van het brandweerkorps dat op de luchthaven opereert een gespecialiseerde groep. Maar door tussenkomst van de politiek wordt vervaagd met het inzetten van niet getraind personeel. Verder zegt Seedorf dat deze groep van niet getraind personeel al maanden niet op het werk verschijnt, maar wel maandelijks een salaris ontvangt. PP, stop dat ding wat je wilt doen. We gaan dat niet accepteren. We gaan dat niet accepteren. Ik heb gezegd, laten we komen tot een gemeenschappelijke mogelijkheid. Hoe gaan wij deze organisatie redden van die ondergang? Dat hebben we gezegd. En wanneer we zien dat men politiek bedrijft in een systeem waarvan friends en family worden geaccommodeerd, dan gaan wij daar niet mee werken. Als je kwalitatief geschikt bent met Tegi, commandant Nabda bij Argi, dan moet Tegi nu, dan maak allemaal met pressie om mensen kwalitatief inzichten en kan doen ze niet. Naar zeggen van de ondervoorzitter van de bond, Alton Kloof, heeft het bestuur de leiding van het vliegveld meerdere malen erop gewezen dat de situatie waarin zij moet werken erbarmelijk en gevaarlijk is voor een ieder die daar werkt, maar vooral voor de passagiers. Dit heeft echter geen resultaten opgeleverd.